Met 3-1 winnen van de RKC op een wat frisse maandagavond op de Hertgang. Hoe is dat? Ja, wel weer iets anders dan ik gewend ben. Maar ja, het is wel goed voor mij weer 90 minuten te gespeeld hebben. Ja, wat over de eerste frustratie dat het jong PSV is? Of ja, toch wel de voldoening, lekker 90 minuten, doelpunt maken, winnen? Ja, wij zijn gewoon blij met het team en blij met mijn wedstrijd. Ik heb een mooi doelpuntje gemaakt, assist en denk ik ook een goede pot neergezet. Ja, was je er ook aan toe, 90 minuten voetballen? Ja, zeker. Daar streef je altijd naartoe als voetballer. Natuurlijk het liefst op hoog niveau, maar als het een niveau lager is, maakt het ook niet uit. De warming-up, dan zie je je collega Thijs Schaars van het veld afstrompelen, ondersteund. Wat gebeurde er? Heb je iets gezien, iets meegemaakt? Nee, volgens mij had hij een stap gemaakt en daar was weer iets met zijn knie. En verder weet ik het niet, maar ik ga hem dadelijk wel even bellen. Is wel schrikken? Ja, zeker. En ook teleurstellend voor hem. Maar ik hoop dat het niet zo erg is. Ja, wat kunnen we van deze wedstrijd zeggen? Ja, ik denk vanaf het begin denk ik de paas geweest. Heeft een handen gehouden. En met 2-0, met goed 2-0 naar de rust gegaan en op het eind hebben we het nog afgemaakt. Tegendumpel is natuurlijk jammer, het had niet moeten zijn, maar ja, het is niet meer zo. Ja. Ga je dan zo'n wedstrijd ook het veld in met de gedachte van ik zal die trainer van mij eens laten zien dat ik gewoon in het eerste van PSV thuis word in plaats van een jong PSV? Nee, eigenlijk niet. Ik wil gewoon een goede poot neerzetten en ook een belang van het team. En of daar de trainer op de tribune zit, dat maakt mij in principe niet uit. Ik moet gewoon goed presteren en de rest komt vanzelf wel. Ja, zo speelde je eigenlijk ook. Ik zag geen gefrustreerde voetballer. Nee, zeker niet. Ik was blij dat ik weer op het veld mocht staan. En was heel mooi. Ja, maar toch ben je niet een beetje gefrustreerd. Vorig seizoen zo'n mooi seizoen bij Cambuur met ambitie naar PSV. Ja, het is toch een beetje op het tweede plan nu. Ja, dat klopt. Het is zeker. Ik heb het iets anders verwacht. Maar het is nu maar zo. Ik moet met deze moment leren omgaan. Het is natuurlijk moeilijk en ook een beetje mentaal. Maar het is weer een goede leermoment voor mij. Ja, dan is het bijna winterstop. Leef jij nu al met de gedachte van misschien ga ik eens bij Marcel Brands of bij Cocu aankloppen om me weer eens lekker naar Leeuwarden of een andere club te verhuren? Ja, ik zeg nooit. Maar wij kijken wel. Ik kijk wel van week naar week en dan zien we het wel op het einde uitkomt. Ja, wat zie jij voor perspectief bij PSV? Wie zijn je concurrenten? Ja, op het middenveld. Ik kan bijna overal spelen. Dus in principe zijn we veel mensen op het middenveld, veel concurrentie. En ik moet gewoon de keuze van de trainer moeilijk maken. En daar ben ik naartoe. Ja, als je nou morgen aan je vraagt hoe ging het, dan kun je in ieder geval zeggen van nou die 1-0 was een hele lekkere. Ja, ik ga het zeker noemen. Nou, waar zie ik je de volgende keer weer? In het Philipsstadion of hier op de Hertgang? Ik hoop in het Philipsstadion.